lang zijn jullie ermee bezig? Wanneer is het hele idee ontstaan? Nou, uit mijn hoofd was rond de 13e of de 14e of de 15e zoiets, de persconferentie waarin men uitsprak dat de ellende uitbrak. Ik had er een ander woord voor, maar ik zal het ellende noemen. Dat ellende uitbrak en vrij snel daarna hebben wij in een aantal overlegsituaties gezeten met leveranciers. En waarna al vrij snel duidelijk werd dat er grote paniek zou uitbreken in de reisbranche. Ja. En daarop hebben wij eigenlijk min of meer quasi nonchalant het contact gehad met collega's in de branche, retailers, onafhankelijke retailers. En dat bleek al snel uit dat iedereen behoefte had om met elkaar te overleggen. Ja. En daar is in de basis eigenlijk ontstaan wat nu gerealiseerd is. Wij misten overleg uit van de retailkant en op die manier hebben we elkaar gezocht en gevonden, zeg maar. Ja, daar komen we straks misschien nog op het retailplatform heb je natuurlijk ook al. Maar jullie achten het toch nodig om nog weer een nieuwe retailgroep eigenlijk... Het retailplatform is op zich een goed initiatief. Van oudsher, zo lang loop ik inmiddels ook al mee, hadden we twee situaties. Hè? Dat was een platform voor een retailoverleg en voor een leveranciersoverleg. Die is toen helaas te gronde gegaan. Achteraf was dat niet zo slecht geweest als die er nog geweest was. Maar het retailplatform, wat op zich qua initiatief heel goed is, die is niet bij elkaar geweest sinds dat de ellende uitgebroken is. Nee. En ook niet geïnformeerd of ik moet een afspraak gemist hebben. Dus dat het initiatief goed is en dat platform goed is, dat is prima. Maar de eerstvolgende meeting voor het retailoverleg staat geloof ik geprent ergens ver in september. Ja, en dan zit ik al een fors aantal maanden in de ellende. En in die tussentijd is niet gecommuniceerd. Dus het platform is goed, het initiatief is goed. Maar het overleg in de tussentijd kunnen we concluderen dat die niet geweldig geweest is. Ja, er zitten twee ZSO's bij als ik het goed heb. De Travel Company en Face-to-Face. Ja, correct. De andere? Vraagt iedereen zich natuurlijk af, waar zijn die? Nou, dat is, er zitten er meerdere bij, maar niet iedereen valt onder één entiteit. Dit zijn toevallig twee die separaat van elkaar opereren, maar er zit, de DT zit erbij, die heeft ZRA's. De DTA, waar wij zelf onder vallen, zit erbij. Die heeft natuurlijk een hele gepersonal touch travel, dus een van de grootste van Nederland. Dus er zitten meer ZRA's vertegenwoordigd. En daar moet ik ook een punt maken. Dat was voor mezelf wel een soort ambitie die ik daarbij had. Omdat ik, wat ik zeer gewaardeerd heb, uitgenodigd ben door de ZRA's. Ik heb zelf eigenlijk helemaal niks met ZRA's. Buiten het feit omdat ik ze waardeer als collega's. Maar ik heb zelf geen ZRA-initiatief. In mijn eigen business niet, zeg maar. En het initiatief dat onder de ZRA's genomen is, die onder andere lopend naar Den Haag zijn gegaan bijvoorbeeld. Ben ik uitgenodigd in dat platform en die hebben heel... open en collegiaal met mij gediscussieerd, ook gewoon in dezelfde soort initiatief. En die hebben dat ook gedaan, omdat ze zich ondergewaardeerd voelen, in het, niet zozeer nog denk ik in de bewoordvoering vanuit de branche, maar zeker wel in de beloning is een verkeerd woord, maar in de tegemoetkoming van de kosten van de overheid. Ja. En daar zit zeker een punt, want het is de structuur van de ZRA is natuurlijk heel anders dan de structuur van een ondernemer met een bedrijf en een huur en gas en licht en personeel. Maar dat neemt niet weg dat hun inkomen natuurlijk ook volledig weggevallen is. Ja. En het niet zo is dat elke ZRA maar kan terugvallen op een inkomen van een partner die een paar ton per jaar verdient. Nee. En zou je bijvoorbeeld travel counselors, de travel club, zou je dat soort grote ZSO's ook erbij willen? Nou, we zijn het initiatief begonnen ter verbetering van een branche, collectief. Dus in principe zit daar geen... op dit moment zijn het allemaal mensen die onafhankelijk zijn. Het zijn allemaal onafhankelijke ondernemers, retailers. En dat is ook logisch, want iedereen die gekoppeld is aan... bijvoorbeeld Tui heeft een grote retail. Die zal veel minder... er zitten veel minder eigenaars op, zeg maar. Dus het belang daar en de behoefte daarom iets samen te gaan doen is natuurlijk veel minder. Ja. Maar als iemand zich geroepen voelt om aan te sluiten bij ons... vermeld mijn mailadres en ze zijn welkom voor een gesprek. Ja. Okay. Zit wat ons betreft geen beperking op. Ja. Is er één iemand die echt het initiatief heeft genomen om Dutch Travel Retail United op te richten? Nou, zoals bij elk initiatief zijn er een aantal mensen die de grondslag liggen aan het idee. En dat zijn meestal de mensen die het hard schreeuwen. En de meesten die wat minder hard schreeuwen, die moet je er vooral bij hebben. Want die hebben vaak hele goede ideeën die dan in een petit comité wat beter tot hun recht komen. Ben jij een harde schreeuwer? Ik schreeuw over het algemeen niet zo heel hard, maar ik weet van mezelf dat ik wel een duidelijke mening heb. En die laat ik ook graag corrigeren door iemand die vindt dat het anders is dan ik het zie. Dat is geen enkel probleem. Ja, wie verder initiatiefnemer is, ik heb dat zo niet voor de bril, maar dat is ook helemaal niet belangrijk volgens mij. Het is belangrijk dat als je een initiatief neemt, dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Ja. En dat is op dit moment zeker het geval en dat vind ik op zich wel een...
ik wil mezelf geen compliment geven voor het idee van ons allemaal, maar ik vind het wel bewonderenswaardig dat je eigenlijk allemaal concurrenten van elkaar bent. Ja. En dat wij het brandsbelang dus in dit geval voorop stellen ten opzichte van je eigen belang. En dat dat overleg er toch heel goed en constructief gaat. Ja. En dat er geen sprake is van ik vertel iets niet of ik wil iets niet omdat het een concurrentiebeding is. Maar ja. We zitten ook in een extreem belachelijke situatie natuurlijk, waar niemand wat aan kan doen. Dus ja. We moeten gewoon zorgen dat we daar met z'n allen doorheen komen. Je zei net, we zijn een vereniging. Hè? Je bent nog geen inkooporganisatie. Dat ben je natuurlijk met DTA ben je dat wel. Ja. En nu bestaat ook nog niet het idee om bijvoorbeeld dus de commissie... afspraken, gesprekken te gaan voeren voor de hele club? Nee, kijk, ik denk dat we in de basis, als je echt iets aan de commissie wil doen, dan zul je iets moeten doen waarbij je zelf kapitein op het schip gaat worden. En ik denk niet dat het reëel is om nu, het liefst zouden wij gewoon allemaal weer pakketjes gaan verkopen vanuit de Sutours en Marisol tijd, tussen de 12% en 15% met nog een bonus eroverheen, maar dat is een utopie, dat gaat niet meer gebeuren. Nee. Dus als je die kant op wil, dan zul je een ander businessmodel. Ik denk overigens dat de hele brandrichting een ander businessmodel moet. Ik denk dat we niet meer zaken gaan doen zoals we ooit met elkaar gedaan hebben. Ik hoop het wel uiteraard, maar ik denk dat die tijd voorbij is. En dat is ook logisch. Als je ziet wat de miljoenen en miljarden die nu over de toonbank vliegen. Ja, we zullen uiteindelijk met z'n allen dat weer terug moeten gaan verdienen. Ja. Ja, volgens mij hebben we daar ook elkaar hard voor nodig. Dus om nu... de DT heeft zijn eigen afspraken, die zijn prima. Wij hebben onze eigen afspraken, zijn prima. Dat geldt ook voor face-to-face en tot alle andere partijen die aangesloten zijn. Dit initiatief is niet ontplooid om een betere inkoopstructuur te krijgen. Dit initiatief is ontplooid om de oorlog te winnen. En dat willen we samen doen. En wat daarna gebeurt, dat zien we wel weer. Oké, kun je de oorlog nog iets meer omschrijven? Nou, ik vind dat we echt in een staat van oorlog zijn. En dan gelukkig niet in de gevechtmodus. Oorlog wordt vaak geassocieerd met ruzie maken. Dat hebben we dus gelukkig niet. Maar sommigen natuurlijk... denken misschien dat je inderdaad helemaal tegen de grote toeroperators... Ik zie allemaal quotes van ons dat ik denk van, nou, die heb ik niet gezegd. En binnen onze overlegplatform ook helemaal niet. Het is niet dat je met een gestrekt been erin wilt gaan, zeg maar. Daar waar het moet, zullen we dat niet schuwen. Maar het is niet dat we op dit moment een organisatie of een leverancier of iets tegen ons hebben. Dat helemaal niet. Nee. We hebben allemaal winkels en mensen doen soms wel alsof wij een kleuterschool zijn die maar mensen klaarstomen voor de grote wereld. Maar zo is het natuurlijk niet. Wij hebben een significant onderdeel van de omzet in de markt. En wij hebben allemaal personeel en die hebben ook allemaal kinderen en hypotheken. En we zitten allemaal in dezelfde ellende. Ja. En oorlog in de vorm van ruzie maken, dat is het natuurlijk niet. Maar we worden geconfronteerd, we als hele branche en ook de kappers en alle andere ondernemers van Nederland, worden geconfronteerd met een bizarre situatie. Ja, je moet gewoon overleven. En dat is een soort van warzone waar we in zitten. Ja. En daar heeft niemand schuld aan. Sterker nog, we hebben allemaal dezelfde pijn. Alleen dat je uiteindelijk je eigen hachje misschien wat meer vertegenwoordigd wil zien of wat meer onder de aandacht wil brengen. Dat is gewoon evident volgens mij. En dat is wat jullie verwachten, wat meer mogelijk door de Dutch Travel Retail United? Nou, dat hoeft niet zozeer op eigen initiatief gelanceerd te worden. Het is niet per definitie dat wij morgen met trekkers het Malieveld willen gaan bestormen. Maar we willen wel wat meer betrokken worden in het overleg. En dat is zowel als met... ik heb bijvoorbeeld net met een van onze grootste leveranciers uitgebreid gesproken. En daar hebben we inhoudelijk heel erg gesproken over hoe we de toekomst in moeten. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we gezamenlijk verder kunnen. Ja. Ja, en dat is een goed en open gesprek waarbij we het niet op alle vlakken met elkaar eens zijn. Maar waar we wel heel goed gehoord worden. En waar mensen ook vragen van, weet je, welke richting zullen wij op moeten gaan om gezamenlijk weer verder te kunnen gaan en om ook het geld wat geleend wordt aan alle kanten weer terug te verdienen. Jullie leveranciers staan natuurlijk ook met de rug tegen de muur. Dus die maken misschien ook gekke sprongen. Ja, maar uiteindelijk, ik zie ook heel vaak de vermeldingen van de omzetstatistieken. Wij worden dan als retailbranche worden dan vaak weggezet als, geloof ik, 2 miljard omzet in de totale exploitatie van 5 miljard bij de tour operators. Maar het is natuurlijk vreemd, want die 5 miljard van de tour operators, daar zit volgens mij de 2 miljard van de retail bij in. Ja. Weet je? Dus je kunt wel blijven zeggen, ja, jullie zijn in die verhouding veel kleiner, maar als je die 2 miljard daar aftrekt, ja, dan wordt het in verhouding weer een veel groter percentage. Ja. Maar ook dat vind ik eigenlijk niet zo spannend. Het gaat erom dat wij met zoveel mogelijk mensen in zo'n breed mogelijke branche kunnen overleven. En dat geldt niet alleen voor mijn persoon of voor de persoon van elk andere ondernemer, maar vooral ook voor die duizenden mensen die hun geld en hun brood verdienen in onze prachtige branche. Ja. En dat is de reden waarom we het gedaan hebben. En als dat samen met iemand lukt, ja graag, heel graag. Ja. Wij hebben niet het idee om het wiel uit te gaan vinden, dat is helemaal niet te bedoelen. En volgens mij hadden jullie het in het persbericht ook over richting de overheid inderdaad. Dat jullie dat daar ook meer in samen willen optrekken. ANVR doet dat natuurlijk.
Ja. Vind je dat ze genoeg openheid van zaken geven? Wat dat nou, betreft? Ik hecht de waarde aan om te melden, want dat lees ik ook overal, dat wij in offensief begonnen zijn omdat we het zeer oneens zijn met de AVR. Wij zijn allemaal lid van de AVR. Uitgebreid in de vakpers, dat vind ik overigens nog wel een dingetje, besproken dat onze facturen ook betaald zijn. Ik weet niet waarom dat in de pers moest, maar de facturen zijn betaald, weten we ook. Dus daar blijkt ook uit dat daar geen, als je het ergens niet mee eens bent, dan ga je als eerste de facturen volgens mij niet meer betalen. Dus wij zijn gewoon lid van de AVR. En ik heb groot bewondering voor de beleidsvoerders van de AVR. Die hebben verschrikkelijk veel werk gezet in de afgelopen maanden. Maar die hebben natuurlijk, en dat begrijpen wij ook, die hebben een brandsbereed collectief doel. Ja. En daar zie je ook in alle praatprogramma's en alle talkshows, daar hoor je nooit de Jong Intra of Sunair of Tenzing, helaas al ons te zielen gegaan. Maar ook de retail wordt daar eigenlijk niet in genoemd. In het laatste coronadebat worden weer de kappers genoemd, die zijn volgens mij al lang over. Horeca wordt weer aangemerkt als een probleemdossier, maar de retail en ook de leveranciers, een groot deel van de leveranciers, wordt niet genoemd. Ja. Dus als wij ertoe kunnen bijdragen dat we op die manier gezamenlijk wel op de kaart komen, en dat is echt essentieel, we moeten sectorspecifieke brandshulp hebben, anders gaan we er volgens mij allemaal, krijgen we een heel groot probleem. Als we dat voor elkaar krijgen, dat is eigenlijk het doel waarom we dit doen. Ja. Ja, en als blijkt dat we daar zelf voor op de bres moeten, dan moet het. Je kunt niet achterover blijven hangen en dan over 3 maanden achterom kijken en zeggen, ja, had ik het maar gedaan, maar dan hadden we het misschien wel gered. En dat wil helemaal niet zeggen dat wij het beter weten of verstandiger zijn of slimmer zijn. Maar er lopen een aantal dingen in de branche waar wij niet over geïnformeerd zijn en die wel als doel hebben om ons te redden. Ja, dat vind ik persoonlijk geen goede combinatie. En ik hoor in elke interview hoor ik de miljarden van KLM, maar ook KLM heeft ook een heel significant, extreem groot deel vanuit de branche, vanuit de retail, maar ook vanuit onze leveranciers, omzet. Dus een beetje gechargeerd gezegd, is een deel van die hulp die aan het KLM geboden wordt, die wordt ook geboden voor de omzet die wij brengen. Ja. Dus daar worden wij niet voor geholpen. Het geld ligt allemaal aan die kant. Het hele voucherprobleem is natuurlijk sowieso een grote discussie. En zij krijgen brandspecifieke hulp op een heel groot deel van de omzet wat bij ons vandaan komt. Mm-hmm. Ja, dat is wel, zou ik wel graag een keer willen bespreken. Ja, en wat zou je nog meer dingen specifiek kunnen noemen die je dan echt wilt gaan doen om als retail ook geholpen te worden door de overheid? Nou, we hebben uiteraard je begint zo'n initiatief, je gaat een keer met elkaar praten en dan ben je een keer, zeg je, nou, dit zou ik moeten, dat zou ik moeten, zus en zo. Ik geloof dat we nu 2 of 3 dagen na de officiële oprichting zijn. Dus ik heb helemaal geen behoefte om iets te gaan roepen waardoor weer de indruk gewekt wordt dat wij tegen iemand doen of dat wij een hele uitgebreide agenda hebben omdat we het ergens niet mee eens zijn. Dus ik heb nu niet zoveel behoefte om onze agenda op tafel te leggen en te vertellen, daar gaan we mee aan de gang. Maar er zijn uiteraard een fors aantal punten die op dit moment in de branche spreken, die voor ons voortbestaan heel, heel belangrijk zijn om inhoudelijk te weten of dat wel of niet een beetje in onze richting komt. En dat zijn wel dingen waar wij achteraan zullen gaan om boven water te krijgen. En als dat inhoudelijk allemaal hartstikke mooi is, nou chapeau, prima, we wachten al wat er gebeurt. En als blijkt dat dat iets is waarbij wij helemaal niet geholpen of gebaat zijn, ja, dan is het handig dat we daarover in overleg gaan. Dat hoeft helemaal niet te blokkeren, dat hoeft helemaal niet. Er hoeft geen boycott of noem allemaal dingen die ik van voorbij heb zien komen voor te komen. Maar daar moeten we wel over spreken. Het is wel belangrijk dat we meegenomen worden. Ja. Het RITO-overleg is in september en ook Prinsjesdag wordt genoemd. Is dat allemaal te ver weg of wacht je dat rustig? Nou, we zitten inmiddels 6-7 maanden voorbij het kritische punt dat het begonnen is. En dan moeten we nog een maand wachten. De nieuwe agenturenvoorwaarden moeten besproken worden. We moeten het nieuwe seizoen in. Alle cijfers moeten aangeleverd worden. Ik heb geen idee hoe we straks met z'n allen onze gegevens aan moeten leveren bij het SGR. Ja. De vouchersystematiek is natuurlijk zeer vreemd wat er allemaal mee gaat gebeuren. Ik zie allemaal Deense modellen voorbij komen, voucherbanken voorbij komen. Ik weet niet wat er allemaal speelt en allemaal gebeurt. Ja, het lijkt mij wel ongepast om nu nog een maand achterover te gaan zitten wachten en hangen. Terwijl onderhand aan alle kanten ook bij ons, hè, weet je, het is niet alleen aan de grote, bij de grote dat de bedragen er in grote hoeveelheden. In verhouding gaat het bij ons er net zo hard uit. Ja. En nog een maand wachten vind ik gewoon geen goed idee. Nee. Buiten het feit omdat het retailplatform nogmaals helemaal nog niet bij elkaar gekomen is. Hè. Nee. Dus maar je gaat er wel heen als dat in september is. Wij zullen zeker, ik weet niet of ik het persoonlijk bij aanwezig zal zijn. We hebben natuurlijk meer mensen binnen de DTA en nu ook binnen de DTRU. Die aanwezig zijn. En iedereen binnen de DTU is ook AVR-lid. Dus ik neem aan dat wij gewoon aanwezig kan zijn. Ja. Dus daar zullen we zeker vertegenwoordigd zijn. Maar tot die tijd blijven we niet stilzitten. Dat is niet de bedoeling. Nee. Je hebt aangegeven dat je open staat voor iedereen die zich wil aanmelden. Zijn er nog
Want er zitten ook retailpartijen niet bij nu, die misschien wel mee hebben gepraat. Zijn die dan afgehaakt om bepaalde redenen, regeltjes? En zie je dan nog wel mogelijkheden om misschien naar die regeltjes te kijken die jullie Nou, niet iedere inkooporganisatie, bestaande inkooporganisatie, is... heeft de mogelijkheid om heel snel, als ik naar onze eigen situatie kijk, wij zijn van de DTA, hebben wij een aanhoudstructuur, we zijn een BV. Ja. Wij hebben als RVC en directie een bepaalde veto tot hoever wij beslissing kunnen nemen en overleg kunnen gaan. En wij hebben de lijnen vrij kort en strak georganiseerd. Dat komt ook omdat wij een betaalde directeur op de tent hebben, Arnold Meijer, die dat uitstekend doet en heel snel begeleidt. Dus wij kunnen heel snel schakelen. En er zijn een aantal mensen die hebben vanwege interne belangen of anderzijds activiteiten gezegd van ja, we kunnen dat even niet zo snel voor elkaar krijgen om commitments te geven. Want je moet dat eigenlijk een paar commitments maken om aan te kunnen sluiten. En er zullen ook waarschijnlijk bedrijven zijn die, ja, ik zit er helemaal niet op te wachten of ik wacht wel af wat jullie al doen. Ja. Maar in de basis is de groep die nu bij elkaar is in de basis ook de groep die begonnen is. Ah, ja. Dus daar zijn geen, er zijn overigens ook geen tientallen anderen, maar er zijn geen tientallen anderen afgehaakt. Nee. Er zijn natuurlijk nog een paar partijen in de branche die een goede mening hebben en een goede achterban hebben. En die wij met alle plezier erbij aansluiten. Ja. En de agendapunten, hebben jullie die al? Wij zijn het niet op alle vlakken eens met een aantal zaken die niet gebeuren, die nu gebeuren. Maar ik heb zelfs één op één onlangs nog contact gehad met Frank Oosdam. Zijn inzet wordt zeer gewaardeerd. We hebben daar heel goed overleg van. Hij heeft ook een reactie gegeven dat hij het initiatief goed vindt. Ja. Wij hebben op korte termijn een afspraak met de AVR. Dat wordt zeer gewaardeerd. Daar kijken we naar uit. Die hebben zij ingelast, zeg maar, op aandringen van ons. En wij snappen dat ze daar agenda tijd voor vrijgemaakt moeten hebben. Dus dat wordt gewaardeerd. En die is iets naar voren getrokken om gewoon eens uitgebreid met elkaar te sparren. Wat loopt er nou? Wat gebeurt er nou? Wat zijn jullie ideeën? Wat zijn jullie ideeën? Kunnen we elkaar versterken? Hebben jullie informatie die wij niet weten? We hebben informatie die wij... Nou, al dat soort zaken. En die staat gepland in de eerste week september. Nou, en ons eerste doel is dat gesprek ingaan en op basis daarvan kijken hoe we elkaar kunnen versterken. En in het beste scenario liggen we volledig op één lijn en dan gaan we op die manier verder. En in het ergste scenario dan moeten we elkaar daar ergens corrigeren of we het niet met elkaar eens zijn, maar dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. In de basis is dat de eerste afspraak die nu gezamenlijk staat. En die wachten we even af, maar dat is al over op een hele korte tijd. Een ZRA, die is woord ZRA bijvoorbeeld, omdat hij dan gewoon zelf allemaal dingetjes wil ontplooien misschien. Die kan niet, zeg maar, door de DTRU aan bepaalde regeltjes worden gebonden of zo. Nee, in principe hebben wij geen dwingend opgelegde maatregelen waar je aan moet houden. Elke entiteit die aangesloten is, blijft gewoon op zichzelf. Ja. Dus dat is... Nee, dat is ook niet het doel. Nee, sterker nog, wij hopen juist dat die partijen inbrengen geven en hun stem laten horen. Ja. Want je hebt soms mensen die zich heel lang stilhouden en dan gaan ze iets zeggen. En dan denk je van, ik zie dat intern nu ook. Hè. Je hebt een aantal mensen die vinden, je ziet het in de politiek overigens ook. Hè. De ene minister die gaat na twee weken door zijn hoefjes en de andere minister wordt alleen maar sterker en vindt het leuk. En ik hoor het volgens mij Attila Oeslo zeggen bij Radio 1 van de week. Buiten het feit dat het een verschrikkelijke periode is voor het bedrijf, dat heb ik zelf ook. Hè. We hebben een familiebedrijf die al 60 jaar bestaat. Ja. Dus dat gaat je natuurlijk aan het hart dat zo door de slijk getrokken wordt. Maar als ondernemer is deze periode natuurlijk eigenlijk spannend. Je bent elke dag sta je 100% op scherp. Je bent continu bezig om nieuwe dingen te bedenken, om te overleven. Ik zie in mijn eigen bedrijf mensen nu. Hè. Wij hebben dan het geluk dat we mensen hebben die al 16, 17, 18, 21 jaar in dienst zijn. Ja. Dat is lekker. Hebben over het algemeen een goede rust. Maar er komen ook bij mij in bijbedrijf komen nu mensen met ideeën naar boven en met ondersteuning naar boven. Dat ik echt denk van, oh ja, lekker man, wat leuk. Weet je, iedereen begint na te denken. Niet dat ze dat voor die tijd niet deden, maar die komen met dus het ondernemen op dit moment is best wel interessant. Ja. Het is alleen een beetje jammer dat we er zoveel schade van hebben. Dat is natuurlijk een beetje de keerzijde. Nee, zeker, ja. Dus als er partijen zijn die denken we moeten iets toevoegen of we hebben iets te vertellen, ja, daar is juist dit platform voor bedoeld. Ja. Gooi het in de groep en dan hebben we het erover. En misschien bedenkt er iemand ineens iets dat we wel sectorspecifieke hulp krijgen bijvoorbeeld. Want ik denk dat dat echt wel een van de punten is die echt essentieel zijn op dit moment. Zoveel specialisten, dan op zich geen eens een slecht idee wat je net zegt, een eigen tour operator. Nee, nou ja, goed, je wordt wel in een situatie, je ziet de ontwikkelingen nu met Transavia. Dat zijn toch wel dingen waarvan je zegt van ja, iedereen was er heel verbolgen over, maar ook dat hebben wij als retail allemaal meegemaakt. Hè. Elke leverancier die wij hebben, die verkoopt rechtstreeks op het net, is gewoon rechtstreeks 100% concurrent. Ja. We hebben er nu gewoon één bij.
Ja. Dus er is overigens ook één weg. Hè. Thomas Cook is weg. Dus in verhouding denk ik dat het allemaal nog een beetje meevalt. Ja. Dat zijn wel ontwikkelingen waarvan je wel denkt, zeker op dit moment, dat je denkt, nou ja, het is wel vreemd dat je iets gaat bedenken waardoor je verder uit elkaar gaat. In plaats van dat je zegt van we gaan iets bedenken waardoor we nog meer stoelen gaan verkopen, gezamenlijk. Ja. Ja. Maar goed, hoe dat uitpakt moet je maar zien. Maar dat is niet ons doel. Wat was een beetje de sfeer, zeg maar, als je ging overleggen met de andere leden van DTRU? Ik kan me voorstellen dat er niet heel... iedereen heeft het zwaar nu. Ja, iedereen heeft het heel zwaar, maar een ondernemer kenmerkt zich ook wel door vrij positief te denken over het algemeen. Okay. Die sfeer is goed. Het zijn gezonde bedrijven allemaal die aangesloten zijn. Nou ja, gezonde bedrijven. Dat hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe lang de lente duurt. Ja. Maar in principe zijn er geen... We hebben allemaal dezelfde mening. Neuzen staan allemaal dezelfde kant op, om maar een mooi cliché te gebruiken. En dat is natuurlijk in de basis wel iets wat je nodig hebt om iets te gaan bereiken. Ja, het is goed in een vriendschappelijke sfeer en zeer constructief. Dus dat is alleen maar goed. En al zal het maar blijven in een soort retail platformachtige overlegstructuur, waarbij je verder helemaal geen gekke dingen gaat doen, dan denk ik nog dat het gewoon een heel goed initiatief is. Overigens moet ik zeggen dat ook bijna alle reacties die wij gekregen hebben uit de branche, inclusief alle grote tour operators en kleine tour operators, zijn positief. Dus volgens mij ziet ook in de branche niemand het anders. Ja, de pers is meestal degene die zeker in een komkommertijd het leuk vindt om wat olie op vuur te gooien. Hmm. Strijd tegen de AVR en het strijd tegen dit, de strijd tegen dat, toch een beetje oneenigheid. Ja, dat wij ons niet helemaal gehoord voelen, mogen duidelijk zijn. Dat ik denk ook dat iedere retailer dat op dit moment wel roept zo'n beetje. Dat we te ver uit elkaar gegroeid zijn. En ik vind persoonlijk, maar die zeg ik dan even op persoonlijke titel. Dat we echt gefaald hebben met het foutjebeleid. Dat het veel te lang doorgezet is. Dat we daar heel slecht overleg over gehad hebben. En dat we heel slecht samengewerkt hebben. Maar ook dat. Nu het stof een klein beetje begint te dalen, wordt het overleg ook weer beter. Ja, en uiteindelijk moeten we gewoon allemaal overwinnen. We zitten allemaal met dezelfde ellende. Dus er is geen verwijt. Er ligt geen verwijt ten grondslag aan het initiatief van de DTRU. Ik denk dan van, ja, je hebt toch het retailplatform? Dat denk ik dan. Daar heb je toch alle retail bij elkaar? Ja, als het retailplatform bij elkaar komt, heb je alle retail bij elkaar. Maar heb je dan zelf Frank en de anderen gebeld? Van jongens, waarom komen we niet bij elkaar? Dat had je dan toch ook kunnen doen? Frank die heeft zo hard gewerkt, die was vaker op tv per dag dan dat ik naar de wc moest, zeg maar. Dus die heeft zich heel erg ingespannen. En ik begrijp ook dat die agenda gewoon niet toegelaten heeft om dat te doen. Of dat wellicht uit het oog verloren is. Maar het is natuurlijk, kijk, het is niet, om het maar even gechargeerd te zeggen, wij zijn niet in dienst van mensen. Hè. Wij hebben allemaal onze eigen broek op te houden. En wij zijn allemaal bedrijven met onze eigen kosten en personeel en allerlei andere zaken die spelen. En ik begrijp dat als jij als brancheorganisatie, heb je luchtvaart, je hebt hoteliers, je hebt alles wat er maar weer aangesloten is. Dan is het natuurlijk inherent aan je bedrijfsvoering of je verenigingsbeleid, dat je niet specifiek op één sector heel lang aandacht kunt besteden. Dat is ook helemaal geen verwijt, dat is gewoon een logische situatie. Ja. Maar dat neemt niet weg dat deel van de sector ook maar gewoon achterover moet hangen en wachten tot die afgeslacht is. En dat is de reden waarom we dit doen. Ja. Wij willen vaker met elkaar overleggen en we willen duidelijker gezamenlijk een richtlijn bepalen. Hoe verwacht je persoonlijk uit de crisis te komen? Ik heb geen glazen bol uiteraard. Ik moet toch wel, ondanks dat wij veel mopperen, een compliment geven aan de manier waarop de nieuwe overheidssteun gegeven wordt. Maar dat is een algemene steun. Hè. Ik heb veel vrienden en ik heb een aantal vrienden in de horeca, maar ook in de meubelbranche. En ik heb iemand met een garagebedrijf. Ja, die hebben in de basis allemaal dezelfde voorstellen gekregen. En wij zitten natuurlijk in een bizarre situatie in onze branche dat wij een heel vreemd businessmodel hebben. En dat als je een koelkast verkoopt, je hebt die koelkast verkocht, heb je geld in je la en dan betaal je inkoop en de rest is winst. Dus daar kun je op zitten. Ja. Wij hebben al van oktober, november enorme bakken omzet gecreëerd en die zijn gewoon weg. Dat is gewoon letterlijk nul dit jaar. En wij merken ook in het overleg, dat is onder andere naar voren gekomen in het ZRA-overleg, die dat overigens in mijn optiek heel goed en opgepakt hebben en nog steeds één op één contact hebben met mensen uit de Tweede Kamer. Dat de beleidsbepalers in Den Haag zijn die echt gewoon geen flauw idee hebben wie wij zijn. Ik ben bij een overleg geweest waarbij men mij vroeg van weten jullie wel dat er een brandvertegenwoordiging is? Waarom vraag je die niet? En dan blijkt achteraf dat dan via een belangenbehartiging, NOC, NC,
de afkorting schiet me even niet VNO-NCW. VNO-NCW, dankjewel. Die daarin bemiddelt. Maar ook die kunnen natuurlijk niet specifiek of voor alleen TUI of voor alleen de Jong Intra of alleen voor Internoord of alleen voor de retail. Dat wordt een heel algemeen beeld geschetst. Ja, en dat geldt overigens ook voor banken. Dan moet je uitleggen dat onze debiteurenrisico, dat doen de banken daar vaak leggen dan beslag op je debiteurrisico. Ja, die hebben we niet, want die ligt bij de SGR. Die hebben daar geen flauw idee van. En ook in de politiek hebben ze de helft heeft echt geen flauw idee. Ik heb zelf niet zo'n extreme HBO-opleiding gehad. Ik vond het toch wel bijzonder dat je dan een Tweede Kamerlid uit moet leggen hoe de brandspecifieke hulp dan tot stand moet komen. Ja. En ik denk dat daar nog wel wat werk aan de winkel zit om gewoon beter onder de aandacht te komen. Je zei ook dat de manier van werken en ook de samenwerkingen binnen de branche, dat je wel verwacht dat gaat veranderen. Dat het nooit meer zal worden zoals het is geweest. Maar concludeer je dat uit gesprekken die je hebt dan met andere partijen? Nee, dat concludeer ik gewoon uit feitelijke informatie eigenlijk. Kijk, ja. er is met het foutensysteem heeft wel aan het licht gebracht dat wij natuurlijk een hele vreemde manier van kostenverdeling hebben. En dat komt ook uit het feit dat vliegtuigen in de lucht moeten, onderhoud aan hotels gebeuren moeten. Maar we hebben natuurlijk een situatie gecreëerd waarbij eigenlijk gewoon een kosteloze liquiditeitsvoorziening gecreëerd is voor leveranciers. En overigens ook voor ons, hè. Wij pakketteren zelf ook, die mogen we zelf een foutje vooruit geven. Maar dat is natuurlijk geen gezonde situatie. En die oplossing was in de eerste weken, zeg maar na de uitbreek van de COVID-19, was natuurlijk top. Omdat het geld allemaal echt ook onderweg was. Maar ik word nu geconfronteerd met situaties waarbij ik op maandag een boeking maak. En op woensdag wordt die eruit gehaald omdat de code oranje is, waar overigens niemand wat aan kan doen. Ja. En dan krijg ik een foutje omdat het geld weg is. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat is natuurlijk bizar. En dat merk je nu ook, dat consumentenbonden en ACM en iedereen gaat er bovenop zitten. Dus daar zullen we iets mee doen, iets mee moeten doen. Maar wel iets wat brandsbreed hulp biedt en niet alleen liquiditeit voorziet aan grote partijen. Erik, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan, dank voor je komst. Ja.